Wij zijn bezig met het plaatsen van ondergronden. We hebben hele mooie bakken laten maken door een staalbedrijf in Almelo. En die bakken zijn eigenlijk het fundament voor kunstzinnige sculpturen die daar opgeplaatst worden. En dat is een aankleding voor binnen en buiten het stadhuis. Ja, die gaan we plaatsen. Ja. De aankleding wordt verricht door de studenten. Ik heb 11 studenten die bezig zijn met een soort van afstudeerproject. Binnen die opleiding bloem en design is dit een van de praktische opdrachten, zeg maar. Na deze opdracht moeten zij nog een beleidsplan schrijven, omdat zij ook ondernemersvaardigheden moeten ontwikkelen. Nou, wat we hier voor dit project gaan doen is dus 11 hele mooie sculpturen maken. En de kernwoorden daarvan zijn duurzaam. Dus het moet met deels natuurlijke materialen. Maar het mooiste is ook dat ze kijken naar een stukje recycling. Hè, dat ze misschien oude voorwerpen weer opnieuw gaan gebruiken. En uiteindelijk komt daar een heel mooie sculptuur op deze ondergronden te staan. Ik had vrouw met masker en de kat als schilderij. Dus dit is eigenlijk de vrouw met het masker op. En dat is de kat en met een staart eraan. En dat zijn andere dieren waar je heel erg vaak gebruikt. En tevens de staart van de vis en van de kat, die symboliseert ook het water waar weer in de binnenstad stroomt van Almelo. De sculptuur moet gerelateerd worden aan een kunstwerk van Corneille. Daarbij hebben ze de filosofie van Almelo, die bestaat uit water, groen en beweging. En alle studenten hebben dus één van die woorden gekregen om mee te nemen in een ontwerpproces. Dus de ene student doet iets met water, de ander iets met groen, de ander weer met beweging. Ze hebben allemaal een ander kunstwerk gekregen van Corneille. En daarbij hebben ze nog een vormtechniek gekregen waar ze ook iets mee moeten doen. Ik heb zeg maar het schilderij Vogellandschap van Corneille uitgekozen. En het is een fantasiewezen wat op de schilderij is uiteindelijk is. En daar heb ik dus het hoofd uit van is geïnspireerd van. Toen heb ik dat ook met de konnenstakken voor andere konnenstakken gebruikt en met gele bolletjes. Zijn er dus met Craspedia, zeg maar. Die zijn ook tussendoor geweven en door middel van knopen. Zo ben ik het uiteindelijk op mijn inspiratie gekomen en het idee. Ja, dit is een laatste praktische opdracht. Zij zijn 4 jaar student, dus dit is hun laatste jaar. Ze zijn allemaal rond de 19, 20 jaar. Ja, hierna kunnen ze ook doorstromen of naar een hbo-opleiding of ze gaan aan het werk. Leuk is misschien ook wel, er komen dus 3 binnen te staan van die objecten en 9 buiten. En de bedoeling is eigenlijk een beetje dat het voor een jaar ongeveer blijft staan. Maar de constructie die gemaakt is, ja, die kunnen we dus echt misschien wel 10 jaar gebruiken. Die weegt 500 kilo, dus kan ook echt tegen weer en wind. We hopen een beetje dat het vandalismeproof is, dat die dus niet kapot gemaakt wordt. En dat het gewoon een solide geheel is. Het totaal wordt straks helemaal met bloemwerk opgesierd. En dat bloemwerk dat is van 21 april... tot, even kijken, om en bij 10 mei zeg maar te bewonderen. En daarna wordt het bloemwerk weggehaald en blijven de objecten dus nog voor een jaar staan.